Nou, lang was dat geen droom. Ik denk tot 2, 3 jaar geleden dat ik daar helemaal niet mee bezig was. Maar toen we 1,5 jaar geleden het signaal kregen dat het mogelijkheden waren voor een fulltime coach, dan ben ik toch wel anders gaan denken. En ik ben heel erg naartoe geleefd om dit nu mee te maken. En ik vind dit fantastisch. We hebben vorig jaar een droom gemaakt met de selectie. En die bestaat eruit dat we naar Rio 2016 willen. En daar is een bepaald stappenplan. En dat betekent op de EK van 2013 voor het eerst meedoen. Dus een beetje proeven wat er aan de hand is. 2015 je kwalificeren bij de eerste 5 van Europa. En dat betekent dat je in 2016 een kans op de Olympische Spelen hebt. Dit jaar gaan we in juni en juli kwalificatiewedstrijden spelen. De FIBA heeft besloten om voortaan de EK's van de dames en de kwalificaties naar voren te halen. Dat betekent meteen dat we in mei ons al moeten voorbereiden voor die kwalificatiewedstrijden. En ik zie in andere landen al dat die competities daarop aangepast zijn. Dus dat betekent dat we behoorlijk in mei moeten gaan trainen, want in juni en juli moeten we klaar zijn. We hebben momenteel veel speelsters in het buitenland zitten. Dus het komt goed uit dat ik nu fulltime beschikbaar ben. Want dan kan ik die meiden goed volgen. Ik heb veel contact nu met ze en zo. Dus we moeten er volop tegenaan in mei. Nou, ik vind dat we enorme stappen gemaakt hebben met de jeugdselecties. In eerste instantie vanaf dit seizoen waren we met z'n allen in de A-divisie. En gemiddeld hebben we een hele goede prestatie geleverd in Europa. Want we behoren tot de beste 6 ploegen. Dus de beste 6 landen die dit bereikt hebben. Voor het eerst gaan we nu meemaken dat we onze onder 16 moeten voorbereiden tijdens schooltijd. Want al in juli is het EK onder 16. Dus dat betekent dat we anders als andere jaren deze ploeg moeten voorbereiden, deze selectie. We moeten heel veel in weekenden gaan doen, want die meiden zitten gewoon tussendoor naar school. Dus dat vergt dan wel het een en ander. Ja, daar kijken we natuurlijk met z'n allen naar uit. En ik vind wel, dat is eind augustus, dan moeten we wel iets neerzetten. We hebben een goede selectie, die zijn nu in Italië, hebben ze leuk gespeeld, die meiden. En we moeten daar behoorlijk in investeren deze winter. En met die speelsters en de club samen, om te zorgen dat we een goed WK spelen. De onder 17 meiden zijn ook een belangrijk deel van onze onder 18 selectie. En onder 18 kan tijdens het EK, als ze bij de eerste 5 komen, zich weer plaatsen voor het WK. Dus nogmaals, die selectie die we hebben van die onder 17 en onder 18 selectie, gaan een heel belangrijke zomer tegemoet. We zijn nu al bezig met programma's te maken voor die speelsters. Dan gaan we de speelsters informeren. Gaan we kijken wat persoonlijk hun toestand zijn. Hoe train je? Wat staat je te wachten? Wat is je schoolprogramma? Wat is je clubprogramma? En samen met speelsters en clubs gaan we dan proberen een zo goed mogelijk programma voor die meiden te maken. Ik was tot nu toe altijd 3, 4 maanden coach. En ik vond eigenlijk ook dat de speelsters 3, 4 maanden international waren. Dus ergens in september zeg je tot volgend jaar. En nu ik fulltime ermee bezig ben, moeten we ook tegen de speelsters gaan zeggen, jullie zijn een heel jaar lang ben je international. Je bent niet meer in de maanden juni, juli en augustus international. Nee, je bent 52 weken per jaar ben je international. Dus dat betekent dat ze zich niet moeten meten aan hun teamgenoten, maar dat ze meer moeten gaan doen. Ze moeten meer arbeid verrichten. We willen er eigenlijk naartoe dat al onze nationale teamspelers zo'n 20 uur in de week gaan trainen. Daar is een mooi programma voor gemaakt. Er zijn werkgroepen mee bezig geweest en zo. Daar ben ik zelf ook bij betrokken geweest natuurlijk. En dat moet nu gestalte krijgen deze winter. Nou, op zich vind ik dat de clubs al goed bezig zijn. Want we spelen op A-divisie met al onze jeugdploegen. En die worden allemaal opgeleid door de clubs. Dus die zijn qua basketbal wel goed bezig. Maar er komt veel meer voor kijken. Die eerste stappen, dat is wel aardig. Dat doe je met je club. En de volgende stappen moeten we in samenwerking doen. Dus dat betekent arbeid, rust moet goed verzorgd zijn. Voeding moeten ze beter gaan doen. En we moeten fysiek veel meer uren gaan maken. Met name op de 5 positie, meiden die 1,90 of langer zijn, daar hebben we een enorm behoefte aan, want er zijn er maar heel weinig van. Dus mijn idee is dat we in deze winter ook op een aantal zondagen bij elkaar moeten komen en overal uit het land lange meiden vandaan moeten gaan halen en daarmee gaan trainen. Ik voel me lekker zo, het is fantastisch natuurlijk. Nogmaals, ik weet nog dat we in Zweden ons kwalificeerden op 15 september. En de dag erop sta je alweer in een kleine gymzaal met je clubpie. En nu kan ik gewoon alles doen wat er nodig is om een goed programma neer te zetten. En de meiden de juiste begeleiding te geven. Dus daar ben ik zeer blij mee.